De spoorwegverbinding tussen Utrecht en Den Bosch, die onze drie grote rivieren kruist, is weer hersteld. Terwijl de brug bij Culemborg onbeschadigd uit de oorlog kwam, werden de overgangen bij Zaltbommel en Hedel totaal vernieuwd. Treinen naar het zuiden konden daardoor slechts tot Geldermalsen rijden, waar moest worden overgestapt in autobussen. Het was van het noorden naar het zuiden van ons land een omslachtige reis, maar niettegenstaande de vele moeilijkheden kon het verkeer gaande worden gehouden. Pas in 's-Hertogenbosch kon men de reis weer per trein voortzetten. Met man en macht werd intussen gewerkt aan het herstel der spoorbruggen. Op 6 januari van dit jaar was de brug bij Zaltbommel klaar en kort geleden passeerden de eerste locomotieven de herstelde brug bij Hedel, de laatste schakel in het rechtstreekse spoorwegverkeer tussen het zuiden en de rest van Nederland dat nu kan worden hervat.